Welkom bij Boerderijmuseum Bovenstreek in Oldebroek. Je programma, weet ie wat het is? En Eb zal u hem vertellen wat het voorwerp vorige week was waar je moest naar halen. Ja, Kees, dat kan ik je wel vertellen. Dit is geen peperstrooier. Het is ook niet voor de bevochtiging van het strikgoed. Nee, dit is een zandstrooier. Vroeger was het namelijk zo, als men schreef met de pennen en met inkt, en dat droogde heel slecht. En dan, wanneer dat geschreven was, dan hadden ze hier zand in zitten en mooi droog zand en dan wordt er overheen gegooid. En dan op die manier droogde dat beter op. Yeah. En dat was de zandstrooier. Ja, mooi ding, of niet? Ja, zeker. Het is een heel oud ding, het is van 1800 en zoveel. Je hebt hier gewoon kerstduinen, hè? Ja, dat schiet daar weer op, ja. Ja. Mooie duinen, hè? Zeker, zeker. En als je van vroeger bent, zoals wie bent van die oude duinen, hij dan denkt van die duinen van vroeger terug, machtig verlies, machtig een bokken sneeuw, die in het schaatsen met de kerstvakantie, op de sloten. Ja. Nou, en dan, wie aan ging kerstboom, wie aan geen versiering, wie aan geen kerstverlichting. Nee. Maar wie aan wel een goede muur. Ja. Nou, want de werking van weer de slag. We hadden weer balkenbrie. Oh. En we zaten net de oorlog. De boer was niet meer op de bonnen. Dus we konden met de kerstdagen met de familie. Kon je lekker eten. En een klein beetje drinken. En dan waren we allemachtig gelukkig. Ja. Ja, wat dat betreft dan schiet me ook een verhaal te binnen over de kerst. Dat was namelijk in de oorlog. Dus in het jeugdgebouw achter de kerken. Er was gevorderd door de Duitsers. En er was toen geen water. En gingen ze water halen bij de boerderij de noord van de streek. En op een gegeven moment zaten ze boven, dus naar Engelse zender te luisteren. En op een gegeven moment komt er een Duitser aan stappen. En toen zegt mevrouw van de streek tegen die dochter, speulen op het orgel. Nou, en Leida ging op het achter orgel zitten en die speulen van Stille Nacht. En die Duitser die zegt, Weihnachten, weer niet zum Hause. Nou, iets later, de latere periode, waar we iets meer op leeftijd, die waren getrouwd. De kinderen die kwamen, dan kwam de kerstboom. En de verlichting kwam erin, de versiering kwam erin. Nou, en dan had je gewoon feest van. Maar we halen weer de kerstboom weg. Noemen we ze kopen, maar dat doen we vroeger toch niet. We gingen het bos in. Vier dagen van de veur, na drie weken van de veur, dan zag we een boom uit. En een week voor de kerstboom, dan gingen we het bos weer in. We namen grote bielen mee, we takken hem op. Achter op de fietsen, naar huis toe. Nou, en we hadden een mooie boom in huis, versierd met gewone keersjes. En gewoon weer die wappen om die keersjes zinnen. En dan stak hij s'avonds de keersen aan, want we hadden geen verlichting in elektra. We hadden gewone keersjes. En hij een emmer onder de kerstboom staan, want die waren alle machtenbanen. Dat de boel in de fik kleurt. Ja. Nou, en dat gebeurde nog wel eens, hè. Nou, en als dan in de fik kleurt, nou, een emmer met water eroverheen, nou, dan kon je het nieuw beginnen. Nou, ik vind het toch een machtige mooie tijd. Ja. Die is op dit moment uit buiten komt, dan zie je machtig voor de belichting. Allemaal aan en knieën en herten, alles zit in de tuin. Nou, en vroeger hadden we een mooi kerst geweest. En nou wie mensen wol. Ik heb hier een mooi ding. Ik vertel u er niks over. Dat kan echt veel beter dan zeggen. Nou, dat kan ik je wel vertellen, Kees. Het is namelijk zo. Wanneer men vroeger het vuur had, dus een open haard, en men ging s'avonds naar bed toe, ja, dat vuur brandde wel een beetje gevaarlijk. En wat deden ze dan? Hadden ze dus een emmertje met water, en dan sprinkelden ze een klein beetje water over dat vuur, dat het vuur er ging. Het was een schone lepel, dus om het vuur uit te doen, dus een klein beetje water erover sprinkelen over dat vuur. Yeah. Ja. Yep. Je bent hier aan het schuren geweest en je hebt hier wat in de kelder gevonden, nog niet? Jazeker. Ja, het is een heel mooi apparaat. Het zou dus een kacheltje kunnen wezen. Dus wat de verwarming heeft, of eventueel wat verlichting. Maar het zou ook dus een soort geluidsversterker kunnen wezen. Dus het geluid wat dus dan op die manier in die schotel versterkt wordt. Dus die mogelijkheid zit er ook in. En het zou een kacheltje kunnen wezen, een van de beide. Bedankt voor kijken. Wie die duurt lag, mail het ons weer. Stuur een berichtje
Je kunt bellen, je kunt hier lopen naartoe komen, je mag de fietsen komen, maakt me niks uit. Als je de uitslag mijn deur geeft, want dan kun je een mooi politie vinden. En bedankt, hè. En als er geen enkele oorlog in was, waren we allemaal hartstikke rijk. Fijne feestdagen en tot volgend jaar.